Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst in de Brugkerk. We begroeten u hier in de kerk, maar ook de gemeenteleden thuis, die op andere wijze nu of later de dienst meebeleven. En we begroeten ook alle jongens en meisjes van de gemeente. Fijn dat jullie er weer kunnen zijn. Voorganger vanmorgen is dominee Bos, predikant van wijkgemeente Noord. En de organist is Gijs Kooijman. De schriftlezing is uit Rut 1. De tekst voor de preek vindt u in Rut 1, vers 20 tot en met 22. Mededelingen. Zoals we u deze week al via onze nieuwsbrief hebben laten weten, heeft de kerkenraad besloten de laatst verkregen adviezen van de PKN in het kader van de verdere maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus direct op te volgen. Volgens deze adviezen kunnen er niet meer dan 30 volwassen gemeenteleden de diensten bijwonen. Alle kinderen tot 12 jaar worden daarbij niet meegeteld, zodat u uw kinderen toch kunt meebrengen. De crèches die nog maar net weer begonnen waren, zijn ook weer gestopt. Deze maatregelen zullen voorlopig van kracht zijn voor de eerstkomende 3 weken. We verzoeken u hiermee rekening te houden. U heeft uit de laatste nieuwsbrief begrepen dat alle activiteiten voor volwassen gemeenteleden die normaliter van het anker gebruik maken, ook zijn gestopt. In de komende kerkraadsvergadering zullen we bespreken of voor bepaalde activiteiten met beperkt aantal deelnemers een uitzondering kan worden gemaakt. Ook bezien we de mogelijkheden om de kerkzaal voor soortgelijke activiteiten beschikbaar te kunnen stellen, omdat hier meer afstand gehouden kan worden. Besluiten daarover zullen we zo spoedig mogelijk aan u meedelen. De AOF-actie heeft het prachtige bedrag van ruim 115.000 euro aan toezeggingen opgebracht. We zijn erg dankbaar dat de gemeente in deze bijzondere tijd ruimhartig voor de kerk heeft willen geven. U als gemeentelid en alle vrijwilligers die hebben geholpen, bedanken we van harte. Maar bovenal danken we onze hemelse Vader, die voor ons en zijn gemeente zorgt. De actie voor onze zustergemeente in Roemenië, de bestellingen van appeltaarten en goulas, heeft het mooie bedrag van 1500 euro opgebracht. Iedereen die bijgedragen heeft, hartelijk bedankt. Er is voorbeden gevraagd voor gemeenteleden uit het midden van de gemeente die wonen in Waddinxveen of daarbuiten en altijd hulp nodig hebben van anderen. En we danken met de familie Den Otter van de Brugweg dat ze 55 jaar geleden op 7 oktober in het huwelijk traden. Inzameling van de gaven. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor pastoraat en eredienst en de tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van onze kerkelijke gebouwen. U kunt uw gaven in de daarvoor bestemde mandjes bij de uitgangen doen na de dienst. Ook thuis kunt u uw bijdrage doen zoals we al eerder hebben gemeld en zoals ook in het kerkblad is vermeld, onder andere door het gebruik van de Church app of via een bankoverschrijving. Ons intredelied is Psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Wij lezen vanmorgen uit het boek Rut. Beperken ons vanochtend tot het eerste hoofdstuk. Het gaat in het boek Rut over het echte leven. En verderop in het boek Rut, daar komen wij Boas tegen. En Boas zou je kunnen zeggen, dat is de mens die de Torah, de wet, de richtlijnen van de Heere God met heel zijn leven belichaamt. En aan Boas kun je zien wat er dan gebeurt als iemand de wet gehoorzaamt. Dan bloeit rondom hem het leven op. Dat is zo mooi om te zien. Naomi en Rut, twee berooide weduwen. Zij bloeien op in de buurt van Boas. Niet omdat Boas zo'n sympathieke man is, maar omdat Boas de wet van God gehoorzaamt. Zo wil de wet door ons ook beluisterd worden. Niet als iets wat een soort chagrijnig leven predikt, maar als richtlijnen rondom ons leven, richtlijnen waardoor het leven opbloeit. En ik moest denken aan Psalm 19, daar staat het zo mooi. Des Heere wet nochtans verspreid volmaakter glans. Die geeft een glans aan het leven. Zo wil het door ons ook ontvangen worden, Gods goede geboden. Ik lees ze voor vanochtend uit Leviticus 19. En daarna zingen wij, of lees ik u voor, Psalm 19, het vierde vers. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, dan mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U moet mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Want ik ben de Heere. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de Heere. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem of haar niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf. Want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze ook houden, want ik ben de Heere. Des Heere wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligste recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil, die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd en verlicht de duistere ogen.
bidden wij samen om de opening van het woord en om de opening van ons hart. Laten wij samen bidden. Almachtige en eeuwige God, Heere in de hemel. In de beginnen was deze aarde woest en leeg. En chaos heerste alom. En toen sprak u. Er zij licht. En er kwam licht. U schiep orde in de chaos. En er kwam een plek om te leven voor dier en mens. U verjoeg het duister met het licht. Zo is het allemaal begonnen. En zo ging het eigenlijk daarna voortdurend. Want soms keerde de chaos terug. En zo hebt u Noach en al de zijnen door de chaos heen gered. En zo heeft u uw volk Israël dwars door de woestijn binnengeleid in het beloofde land. Dwars door de chaos en de wanhoop en de angst. En zo heeft u uw eigen lieve Zoon, Jezus Christus, dwars door het lijden en de dood en de chaos heen, opgewekt in het nieuwe leven. Wij komen tot u, de God van deze wereld. De God van Noach, de God van Israël, de God van Jezus Christus, die ook onze God is. En wij komen tot u, omdat u ons hebt gezegd dat wij hier betrokken zijn in die grote geschiedenis van u, die grote beweging, dwars door alles heen. Uw toekomst, uw koninkrijk tegemoet. En Heere God, wij bidden u dat u ons daar vanochtend opnieuw midden inzet. Want we zitten hier in de chaos van deze tijd. En wij voelen het, de een in meerdere mate dan de ander. Maar wij voelen het in ons hele zijn. De zorg, de onzekerheid. We zongen over jammerklachten. Deze kerk die had vol moeten zitten vanmorgen. Om u de lofzang te zingen. Maar het kan niet. En daar voelen wij ons ook ellendig over. Kom met uw geest in ons leven, hier en nu. Dat wij ons werkelijk betrokken weten in de chaos en in de wanhoop, in die beweging van u. Dat u ons draagt, dat u uw kerk draagt, dat u uw gemeente draagt, dat u ons allen draagt en leidt naar uw koninkrijk. Zegen de bediening van uw woord. Vind een ingang in ons leven, ook als wij zelf misschien blokkades opwerpen tot u. Wij zijn niet altijd zo ontvankelijk. Maak ons ontvankelijk. Vind een weg tot ons. Hier en nu, in de kerk, maar ook waar uw gemeente thuis met ons verbonden is, in al die kamers. U weet dat dat ook niet altijd meevalt, om op de bank of in een stoel geconcentreerd erbij te zijn, alleen, zonder gemeenschap om ons heen. Geef aandacht, geef uw geest en geef geloof
en hoop en liefde. Dat bidden wij uit genade. In Jezus' naam. Amen. Ik lees voor u vanmorgen uit het Bijbelboek Rut en daarvan het eerste hoofdstuk. Het boek heet Rut, maar je zou het ook net zo goed Naomi kunnen noemen. Het gaat vooral, denk ik, over de beweging die er in het leven van Naomi gebeurt, waar Rut ook een cruciale rol in speelt. Wij lezen vanmorgen Rut 1 en dat lezen we door de ogen van Naomi. Rut 1. En de tekst voor vanmorgen, dat zeg ik er alvast bij, dat zijn de laatste 3 versen. Vers 20, 21 en 22. Dit is het woord van God. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. En daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn 2 zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn 2 zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar 2 zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die 2, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar 2 zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en ze keerde terug uit de vlakte van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar 2 schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar 2 schoondochters: ga heen, keer terug. En ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters. Want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. En daarom zei ze: zie, je schoonzus is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug. Je schoonzus achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen.
En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg. Maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakte van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u en jij als je deze woorden meedraagt in je hart. Wij lezen van zomaar een vrouw in Israël, Naomi, die haar hart ineens uitstort. Haar hele hart, alles wat er in haar leeft, dat komt naar boven en dat komt er ook uit. Dat is een uitnodiging, denk ik, aan ons ook, om dat te doen. Ons hart uit te storten. En als het ergens kan en mag, dan is het bij de Heere God. Psalm 62, het vijfde vers ter voorbereiding op de verkondiging. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Na de verkondiging Psalm 42, het vierde
en het zevende vers. Psalm 42, vers 4 en 7. Gemeente van Christus, hier en thuis met ons verbonden. Het boek Rut zet ons midden in het echte leven. Het gaat over echte dingen. Over de echte dingen van het mensenleven die wij allemaal kennen. Het gaat over eten, over werk, over verhuizen, over het zoeken van liefde, over het maken van keuzes. Het echte leven. Het echte leven met haar mooie dingen. Er is een bruiloft, de geboorte van een kind, een kraamfeest, het rustige familieleven. En het echte leven met haar droevige dingen. Het sterven van iemand van wie je hield. En het gemis. En het verlies dat je leidt. Vanmorgen ontmoeten wij Naomi, een verslagen vrouw, gestempeld door haar verlies. Ze heeft zoveel verloren. Haar man, haar twee jongens, haar thuis, haar geluk en misschien wel haar vertrouwen. Dit is het echte leven. Waar je soms ook zo aan kunt lijden. Om wat je verliest. Om wat afbreekt. Om wat spaak loopt in je leven. Als Naomi terug is in Bethlehem, dan komt alles eruit. Ik zie hem in mijn gedachten haar dwalen door de straten van Bethlehem. Haar ogen turen door het dorp waar ze nog niet zo lang geleden samen met haar man wandelde in de avondzon. Ik zie haar ogen gaan over de pleinen waar ze haar twee jongens zag spelen. En alle pijnlijke herinneringen van toen komen boven. En dan gutst haar verdriet en al haar verbittering naar buiten. Ik was ooit vol, zegt ze. Ik kan je de foto's nog laten zien van het volle leven. Mijn man, mijn kinderen, mijn geluk, mijn alles. En nu ben ik helemaal leeg. Ik heb niets meer. Niets. Noem mij geen Naomi meer. Die naam die betekent lente. Noem mij geen Naomi meer, want die naam die slaat eigenlijk nergens meer op. In ieder geval niet op mij. Noem mij maar Mara. Dat betekent bitterheid. Dat was die bron in de woestijn, weet u wel, waar wel water was, maar niemand kon het drinken. Dood leven, zo gezegd. Dat is wat Naomi hier zegt. Ik leef nog wel, maar ik ben als een dode. Dit kun je geen leven meer noemen. Ik ben alles kwijt. Zo aangrijpend dit. Een intens verslagen vrouw. Leeg van verdriet. Van teleurstelling. Naomi zet ons vanochtend midden in het rauwe leven. Waarin je kunt bloeien. Maar waarin je ook kunt knakken. Waarin je iets kan vinden. Maar waarin je ook iets kunt verliezen. Waarin je kunt slagen. En waarin je ook zo kunt mislukken. En wat mij zo treft, gemeente, is dat het echte leven hier niet mooier wordt gemaakt dan dat het is. In dit goudeerlijke boekje stort zomaar een vrouw haar hele hart leeg. Dat alles tegen zit, alles. En dat het geen leven meer is. Ik vind het zo mooi dat voor haar bitterheid en voor haar teleurstelling alle ruimte is. Naomi mag helemaal uitpraten. Er is niemand die haar onderbreekt. Niemand. Ik ben helemaal leeg, zegt ze. En dan volgt er geen verklaring. Er volgt zelfs geen troost. Want zo kan het echte leven ook zijn. Dat je helemaal leeg bent zonder troost. En zonder dat je maar iets begrijpt van de dingen die gebeuren. Naomi mag helemaal uitpraten. Alles wat er in haar huist. Het mag er zijn. En het mag gezegd worden. Wat een verademing is dat.
Als je eens een keer alles waar je mee rondloopt op tafel mag leggen. Dat geeft ons ook al te denken. Hoe gaan wij eigenlijk om met dat wat niet lukt in ons leven? Met wat afbreekt? Met je verliezen? Met dat waar je niet zo trots op bent misschien? Of met dat wat jou verdrietig maakt in jouw leven? Misschien lukt het niet zo op school. Misschien lukt het niet zo in de liefde. Misschien is het niet zo gelukt in de opvoeding. Misschien lukt het niet zo in het ambt. Hoe ga je om met wat niet lukt? In onze cultuur is de mislukking een taboe. Wij praten niet zo snel over wat niet goed gaat en wat niet lukt. Dat camoufleren we met elkaar zoveel mogelijk. In onze tijd zit een soort druk om een soort positief mogelijk beeld van jezelf neer te zetten. En steeds meer gaan wij ook op die manier met het leven om. De dingen moeten zo positief mogelijk zijn, zo mooi en zo gaaf mogelijk. Je hoort mensen praten over hun baan, die moet aansluiten bij hun ambitie. En die baan moet uit hen halen wat zij denken dat er in hen zit. En je relatie, als je die hebt, die moet jou natuurlijk iets te bieden hebben. En als een ander jou ziet lopen met je partner, dan moet diegene op zijn minst denken, tjonge, wat zijn die gelukkig. En kinderen, die moeten op zoveel vlakken vandaag goed voor de dag komen. Zo goed mogelijk. Het liefst moeten ze natuurlijk ergens in uitblinken. In een sport of in muziek. En het liefst moeten ze natuurlijk tot de slimmerikken van de klas horen. En als een kind op één vlak niet zo goed mee kan komen, dan gaan wij al heel gauw benoemen wat hij wel allemaal heel goed kan. Want de dingen moeten zo mooi en zo goed mogelijk zijn. En de mislukking en het moeilijke en het ongelukkige, dat laten we maar wat weg. Ik denk steeds meer, gemeente, wat leven wij in een opgeblazen tijd. Een vermoeiende tijd ook. Als altijd alles goed en mooi moet zijn. Dat is doodvermoeiend. Wat is het dan een verademing? Als de kerk vandaag, midden in die vermoeiende tijd, als de kerk nou een eerlijke plek is, waar wij niets hoeven te verbergen of te camoufleren, waar je eerlijk kunt zeggen dat er in jouw leven ook dingen tegenzitten. Dat je hier eerlijk kunt zeggen dat er ook in jouw leven dingen niet zo mooi zijn. Dat je hier eerlijk kunt zeggen dat er misschien wel een hele diepe teleurstelling in jou zit over hoe jouw leven is gegaan. Of een diepe teleurstelling over jezelf, hoe jij met dingen omgegaan bent in je leven. Dat je hier eerlijk kan zeggen dat het leven misschien anders is gegaan dan je had gehoopt toen je nog kind was. Dat je hier eerlijk kunt zeggen dat je soms in de kerk zit en dat er een schaamte in jou zit om iets wat je niet goed hebt gedaan en wat niet meer te herstellen is. Dat je hier eerlijk kunt zeggen dat er een diep verdriet in je kan huizen om iets wat kapot gegaan is in jouw leven. Dat er zomaar iets je leven binnen is gevallen waar je niets van begrijpt, maar wat je helemaal heeft leeggeschud. Dat je hier eerlijk kunt zeggen dat je misschien al jaren niet meer hebt gebeden omdat het gewoon niet lukt. Dat hoop ik nou zo, gemeente. Dat de kerk vandaag zo'n plek is waar dit gezegd mag worden. En dat we dan niet meteen klaarstaan met allerlei vrome troost of met snelle verklaringen. Nee, dat we het nou eens een beetje dragen met elkaar. Dat dit ook het echte leven is. Dat we elkaar begrijpen. Dat je gewoon eens tegen iemand zegt, ik weet het. Ik weet het dat het soms tobben is. Dat het soms tobben is met jezelf. Dat het soms tobben is met een ander. Ik weet het. Hoe vaak zeggen we dat nou eigenlijk tegen elkaar? Ik weet het.
dat wij zo kerk mogen zijn vandaag. En als je vader of moeder bent, of opa of oma, wat zou het prachtig zijn als thuis een plek is waar dat gezegd mag worden. Dat jouw kind het bij jou aandurft om een keer te zeggen wat allemaal niet zo wil. Dat dat mag en dat dat kan. Dat jouw kind soms eens een dag verdrietig op de bank mag zitten in haar pyjama. Omdat dat ook het echte leven is. Dat je soms wel eens een hele dag gewoon verdrietig bent. Dat we dat niet hoeven te camoufleren, ook niet thuis. Maar dat het er mag zijn. Wat zo mooi is in dit gedeelte is dat die ruimte er ook is bij de Heere God. Als het over de Heere God gaat, dan komt de bitterheid van Naomi eigenlijk pas echt naar buiten. Ze wijst naar boven en ze zegt, hij heeft mij kwaad gedaan. Dat ik hier leeg sta. Dat komt door hem. Hij is tegen mij. De ontzagwekkende, de almachtige. Die heeft mij helemaal bitter gemaakt. Je mag ook vertalen, hij heeft mij mishandeld. En plotseling staan wij in een gevecht tussen zomaar een vrouw in Israël en haar God. Ik weet niet of je dat kent. Bent u wel eens bitter geweest tot God? En heb je dat toen durven zeggen tegen hem? Of heb je altijd geleerd dat dat niet mag? Het is opvallend, hè, dat die harde klacht van Naomi tot de Heere God ook alle ruimte krijgt hier. Er is niemand die haar sust. Er is ook niemand die haar corrigeert. Er is niemand, gelukkig maar, er is niemand die zegt, nou Naomi, kijk nou eens, je mag wel verdrietig zijn, maar Rut is toch ook nog bij je, tel je zegeningen. Of niet klagen, maar dragen. U kent het allemaal wel. Dat wordt hier niet gezegd, gelukkig maar. Er is niemand die haar sust. Of die haar corrigeert. En zelfs de Heilige Geest niet. De Heilige Geest heeft niet gedacht, ja Naomi, wat je hier zegt, dat je de Heere God nou de schuld geeft van de ellende in jouw leven, dat is nou niet zo netjes. Laten we dat nou maar niet in de Bijbel opnemen. Nee. Het staat er allemaal. Misschien staat het er wel. Omdat het ook wel eens een teken van echte vroomheid zou kunnen zijn. Als je klaagt tot God. Dat je weet dat je met God te maken hebt, ook in het moeilijke van je leven. En dat je zo eerlijk met hem om wilt gaan, dat je dan je klacht niet voor hem verbergt. Dat als het tegen zit, dat je dan niet een tijdje afwezig bent en misschien maar even een tijdje niet bidt. Maar dat je zo eerlijk met hem om wilt gaan, dat als het moeilijk is, dat je dat ook uitzegt tegen hem. En dat je misschien wel niets van hem begrijpt. Dat je dat durft te zeggen. Ik heb deze preek vorige week gehouden, toen was het Israëlzondag. En ik denk, Israël gaat ons nou juist hierin voor. En dit kunnen wij nou echt van Israël leren. De eerlijke omgang met de Heere God. En het zal toch ook niet voor niets zijn dat het grootste deel dat is overgebleven van het tempelcomplex in Jeruzalem, dat het grootste deel wat is blijven staan, dat is de klaagmuur. Dat is natuurlijk niet toevallig. Dat er een plek is om te jammeren. Volgens mij heeft ieder leven zo'n plek nodig, toch? Dat je af en toe eens even mag jammeren. Dat je niet alles maar hoeft te verbergen of te camoufleren. Dat je je niet mooier voor hoeft te doen dan dat het is. Maar dat je even eerlijk zeggen mag hoe het is. Dat mag dus bij de Heere God. Misschien wel alleen bij hem. Het mag allemaal. En hij kan blijkbaar heel wat hebben. Misschien wel meer dan wij. En ik denk dat hij het ook graag van je hoort.
hoe het nou echt, echt met je is. Ik denk dat dit zo wezenlijk is. Als het gaat ook over de vorming van een nieuwe generatie gelovigen. Dat dit zo belangrijk is. Dat wij onze jongeren in de gemeente leren. Dat er bij de Heere God ruimte is voor het echte leven. Dat we ze leren dat je bij Hem niet dankbaar hoeft te zijn als je het niet bent. Dat je bij Hem niet altijd blij hoeft te zijn omdat dat zo hoort. Dat onze jongeren van ons leren dat de Heere God niet altijd een antwoord is op je vragen, maar dat Hij zelf soms een grote vraag voor je kan zijn. Dat moeten we ze leren. En ik zou tegen ouders en opvoeders willen zeggen, leer je kinderen niet alleen maar vrolijke, blije, christelijke liedjes, want het echte leven is niet alleen maar vrolijk en blij. Leer ze ook liedjes waarin je ze helpt om het moeilijke in hun leven ook te kunnen zeggen tot de Heere God. Terug naar Naomi. Naomi zit gevangen, zou je kunnen zeggen, in de feiten van haar leven. De feiten van het verlies en van de mislukking. En als zij in Bethlehem is gekomen, dan zet zij de feiten van haar leven op een rij. Ze zegt eigenlijk, ik heb dit gewonnen en ik heb dit verloren. En dit is de balans. En dit is hoe ik ben en dit is hoe God is. Ik ben bitter. Helemaal bitter. En God, God is tegen mij. Dat is de conclusie die zij trekt uit de feiten van haar leven, uit de gebeurtenissen. Het is apart om te zien wat hier gebeurt. Hè? Naomi die vereenzelvigt zichzelf en de Heere God met de feiten van haar leven. Nou, ik denk dat kennen wij allemaal. Soms hoeft er maar één ding in je leven te gebeuren. Één ingrijpend gebeuren. En het kleurt helemaal hoe je je voelt. Hoe je jezelf beleeft. Hoe je over de Heere God denkt. Dat is wat hier gebeurt. Naomi vereenzelvigt zichzelf en de Heere God met de feiten van haar leven. Daarom is het zo mooi hoe dit hoofdstuk nou eindigt. Moet u maar even meelezen als u het Bijbeltje bij u heeft. Als Naomi haar klacht heeft geuit. Als ze alles heeft mogen zeggen. Noem mij maar Mara, ik ben helemaal bitter. En God die is tegen mij. Als ze is uitgeraasd. Dan neemt de schrijver van het boek nog één keer het woord. Zo keerde Naomi terug in Bethlehem. De schrijver neemt die naam Mara niet over. Hij blijft haar door het hele verhaal heen stevast Naomi noemen. Lente. En dat is een soort tegenstem. Alsof de schrijver wil zeggen, Naomi, jij mag alles zeggen. En jij mag je helemaal leeg voelen en bitter. En jij mag denken dat God jouw tegenstander is. Ik weet meer. Ik weet meer. Ik weet van de lente die in jouw leven weer zal doorbreken. Ook al zie jij zelf daar nu helemaal niets van. Jouw leven, Naomi, is zoveel meer dan de kale feiten. En God is zoveel meer. In het verborgene van jouw leven, Naomi, onder de feiten en onder de gebeurtenissen, daar is God. En Hij zal jou dwars door alle bitterheid en mislukking heen, zal Hij het in jouw leven weer lente laten worden. Op zijn tijd. Dat, gemeente, is het evangelie. Vandaag. Voor jou, voor u, voor mij. Het evangelie van morgen is een tegenstem. Je kunt de feiten van je leven op een rijtje zetten. Misschien doe je het wel eens en je denkt, jongen, wat is nou eigenlijk de uitkomst? Wat is er veel misgegaan? Wat is er veel mislukt? En soms in je ergste momenten dan denk je, ik ben mislukt.
kunt naar jezelf kijken als iemand die niet veel voorstelt. Je kunt je zo leeg of schuldig voelen. Je kunt jezelf aanpraten dat God heel ver weg is van jou. Je kunt jezelf aanpraten dat jouw geloof niet indrukwekkend of echt genoeg is. En het mag allemaal zo zijn. Maar vanmorgen is hier een tegenstem. Een stem die daar niet in meegaat. Een stem die u en jou en mij blijft aanspreken met een andere naam. Een stem die je kind van God blijft noemen. Een eigendom van Jezus Christus. Wat er in je leven ook gebeurde. Dat is je diepste ik. Kind van God. Eigendom van Christus. Dat is het evangelie. Je kunt heel erg zoek raken in je leven. En er kan heel veel kun je verliezen. Maar dit niet. Die stem die je kind van God blijft noemen. En die tegenstem vanochtend, dat is Jezus. En Jezus gaat gelukkig niet mee in je zelfverwijt. Jezus gaat niet mee in het oordeel dat andere mensen soms over je hebben. Jezus noemt je nooit de mislukte. Maar altijd stevast de geliefde. Dat is het heilig evangelie. Jij wordt geen mislukte genoemd. Maar de geliefde. Nog één ding ten slotte. Naomi keert terug met Rut. En dan zegt de schrijver, zij keerde terug aan het begin van de gerstenoogst. Dat schrijft hij natuurlijk niet voor niets zo op. Hij had ook kunnen zeggen, het was ongeveer april toen ze terugkeerde. Nee, heel bewust het begin van de gerstenoogst. Dat is het feest van Pasen. Feest van het nieuwe leven. En van een nieuwe vreugde. Dit is zo mooi. Midden in alle Mara. Midden in alle gebrokenheid is het Pasen geworden. Daar is Naomi nog lang niet aan toe. Daar zijn wij soms ook niet aan toe, aan Pasen. Maar God zal in haar leven de vreugde weer aanwakkeren. En dat zal hij doen op zijn tijd. Naomi kan zich er nog niks bij voorstellen, maar het zal Pasen worden. Nieuw leven, nieuwe vreugde. Dat vind ik het schitterende van de kerkgemeente. Je hoeft niet altijd op zondag met een glimlach naar huis te gaan. Daar ben je soms niet aan toe. Maar hier in de kerk, hier wordt je een vreugde voorgehouden. Waar God over waakt. En die Hij je weer zal geven. Op zijn tijd. Het zal gebeuren dat het weer lente wordt. Amen. Psalm 42, vierde en zevende vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergt u aan. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren. Mijn benauwde ziel vervaren. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in zoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk doen veranderen in geluk. Hoop op hem. Sla het oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en barmhartige God, bij u is ruimte. Ruimte voor ons echte leven. Ruimte voor onze verwarring, onze teleurstelling, ons verdriet. Ruimte voor wat wij niet begrijpen, ook niet van u. Ruimte voor wie wij werkelijk zijn. En wij danken u dat wij voor u niets hoeven te verbergen. Hoe zou het ook eigenlijk kunnen? Dat wij bij u nooit mooier of gaver of vromer voor de dag hoeven te komen dan we zijn. Dat u om ons echte leven begaan bent. Dat u ons een plek gegeven hebt. Deze gemeente. Waar we dat oefenen met elkaar. Om het echte leven met elkaar te delen. Leer het ons. Leer het ons om eerlijk om te gaan met u en met elkaar. Leer ons te jammeren als wij van binnen jammeren. Leer ons dat er tijden zijn van lachen en tijden van huilen. Tijden van bloeien en tijden van breken. En dat wij die tijden niet door elkaar halen. Maar als het een tijd is om te huilen, dat we dan huilen. En als het een tijd is om te lachen, dat we dan lachen. Leer het ons. Wij danken u dat op deze plek vanochtend een tegenstem tot ons kwam. Een stem die niet meedoet aan wat wij soms in onze hoofd halen over onszelf of over u. Een stem die daar niet aan meedoet, maar die ons iets anders voorhoudt. De diepste waarheid over ons leven. Dat wij van u zijn. Dat u uw naam aan de onze hebt verbonden. En dat u waakt over die naam. En dat wij alles kunnen verliezen. Dat wij onszelf in van alles kunnen verliezen. En dat het toch Pasen, lente zal worden. Wij danken u. Wij bidden voor elkaar. Wij bidden u voor mensen voor wie het echte leven pittig is. Mensen die altijd aangewezen zijn op de hulp van anderen. Die zich misschien moeiteloos herkennen in Naomi en Rut. Vrouwen, weduwen, aangewezen op de gunst van anderen. Geef dat zij in hun leven ook een Boas zullen tegenkomen. Zomaar een mens die trouw aan hen is. Die voor hen zorgt. Die een glans over hun leven spreidt. Zegen hen. En zegen alle die zich geroepen weten om kwetsbare mensen nabij te zijn. Wij danken u vanmorgen met de familie Den Otter. Zij 55 jaar met elkaar verbonden mogen zijn in liefde en trouw. Wij danken u voor uw zegeningen in hun leven. Dat dit ook een echte zegening is. Omdat ze echt al zo lang met elkaar samen zijn. Dank voor uw liefde en uw trouw waarmee u hen hebt gevoed. Jaar in, jaar uit. En wij bidden u dat zij samen mogen leven
in het licht van Pasen, dat door alles heen uw toekomst wachten. En dat zij zich daar op betrokken weten. Wij bidden u op deze zondag voor de overheid, voor alle die leiding geven aan ons land en volk. Wij bidden u voor onze premier. Wij bidden u voor ministers, voor ieder die verantwoordelijkheid draagt. Wij danken u ook dat ze er zijn. We mopperen wel eens wat, maar we danken ook dat er mannen en vrouwen zijn die zich geroepen weten om verantwoordelijkheid te dragen. Wij beseffen dat het zwaar voor hen is, ook in deze tijd. Geef hen energie. Geef hen wijsheid. Geef hen onderscheidingsvermogen, dat ze verstaan wat nodig is. Wij bidden u voor de leiding van uw kerk, landelijk, alle ambtsdragers, ook hier in Waddinxveen. Als ook veel op hen afkomt, ze continu geschakeld moet worden. Als er onzekerheid is over hoe het er volgende week uit zal zien. Geef hen vertrouwen. Geef aan de gemeente vertrouwen in hun ambtsdragers. En blijf bij uw kerk. Als wij het gevoel hebben dat we veel moeten loslaten, laat het dan juist in deze tijd tot onze vreugde zo zijn dat we ontdekken dat u ons vasthoudt. Dat zeggen we wel vaak. Maar laat het ons nu dan nog maar weer eens helemaal opnieuw ontdekken dat dat de waarheid is. Dat ook als uw kerk in zwaar weer is, dat u haar vasthoudt. En dwars door alles heen zegent. Zo leggen wij ons leven aan u voor. Wees met ons allen. En ga met ons het verdere van deze dag. Laat er ergens vandaag een moment zijn dat wij iets eerlijks zeggen tegen u. En breng ons ook op een ander moment thuis of hier weer bij elkaar. En laat uw woord de vreugde van ons hart zijn. Alle dagen van ons leven. In Jezus' naam. Amen. Wordt er eigenlijk nog gecollecteerd, of niet? Dat heb ik nee, hè? Bij de uitgang. Ja, precies. Dus ik hoef niet te wachten nu. Nee. Psalm 33, daarvan het 10e vers. Dat is het lied waarmee wij deze dienst besluiten. Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust.
Hef dan nu uw harten op tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede naar uw huis. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.